Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, die door de regering is voorgedragen voor de functie van secretaris-generaal van de Organisatie voor Amerikaanse Staten, OAS, heeft op dit moment geen tegenkandidaten in het voortraject van de verkiezingen. Eerder deze week vertelde hij aan journalisten dat het lobbywerk op weg naar de verkiezingen binnenkort begint. Nou, op dit moment heeft CARICOM in totaliteit dus ondersteuning toegezegd. Niet alleen toegezegd, maar ook zo besloten. Dat zijn eigenlijk 14 landen die dan ondersteuning geven. Nu begint het traject van het lobbyen naar andere landen toe, in Centraal-Amerika en in Latijns-Amerika met name. Daarnaast natuurlijk Mexico, Canada en de Verenigde Staten. De president zal wat gesprekken voeren met zijn collega's in die landen in de komende periode. Dat is de lobby die wordt ingezet. Wij gaan gebruik maken van momenten die er zijn tijdens vergaderingen om dat verder in te zetten. Maar we hebben ook virtueel en ook via telefoon contact met vele landen. Een aantal Latijns-Amerikaanse landen zijn zeer optimistisch en willen die ondersteuning ook toezeggen. Sommigen hebben dat concreet al toegezegd. Dus we gaan gewoon rustig voort. Ramdien wijst erop dat de focus van de regering niet alleen gericht is op de functie van secretaris-generaal. In de OAS zitten 35 lidstaten, waarvan Cuba, Venezuela en Nicaragua niet meedoen. Suriname of Ramdien heeft de stem van 17 landen nodig, waarbij van de 14 CARICOM-landen alvast die ondersteuning kan worden verwacht.